1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland is het debat tussen de lijsttrekkers van de drie grootste partijen fel verlopen. SPD-leider Scholz, Laschet van de CDU en Baerbock van de Groenen discussiëren over onder meer klimaat, het coronabeleid en belastingen. Met name Laschet ging in de aanval. Zijn partij staat er in de peilingen historisch slecht voor. Volgens analisten was er geen duidelijke debatwinnaar. Het publiek stemde in een peiling voor Scholz. De Duitse parlementsverkiezingen zijn over 4 weken. Dan wordt duidelijk wie de opvolger wordt van bondskanselier Merkel. In de Amerikaanse staat Louisiana zitten honderdduizenden mensen zonder stroom als gevolg van de orkaan Ida. Tienduizenden Amerikanen waren al op de vlucht geslagen voor wat experts een extreem gevaarlijke orkaan noemen. Er zijn windsnelheden gemeten van 240 km per uur. Er wordt rekening gehouden met veel schade en overstromingen. Cuba vaccineert nu ook met een buitenlands coronamiddel. Het gaat om het Sinopharm-vaccin dat door China is gedoneerd. Tot nu toe werd in Cuba alleen geprikt met vaccins uit het land zelf. Nu worden inwoners van één regio eerst 2 keer geprikt met Sinopharm. Daarna krijgen ze nog een dosis van een Cubaans vaccin. Cuba is hard getroffen door de coronapandemie. In de zorg is een groot gebrek aan medicijnen en apparatuur. Lionel Messi heeft zijn debuut gemaakt voor Paris Saint-Germain. De Argentijnse superster kwam in de uitwedstrijd tegen Stade de Reims 24 minuten voor tijd in het veld voor Neymar. De Parijsnaren stonden op dat moment 2-0 voor. Messi speelde nooit in een ander clubshirt dan dat van Barcelona. Begin deze maand vertrok hij bij de Catalaanse club. Het weer. Vannacht veel bewolking, maar ook opklaringen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Overdag af en toe zon. Het blijft vrijwel overal droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Luister. Oh, ik moet zo lachen, want ik las toevallig een tweet op. Het is maandag 23 augustus 2021. Het is 1:02. Welkom bij het laatste uur van de 290ste aflevering van Zwarte Priet Praat. Uw gast is de auteur van het boek Dansen met Slangen en Vuur. De avonturen van buikdanseres Samira. En die schrijf je S-A-M-I-E-R-A. En op samira.nl kunt u alles verder lezen. De techniek is Anne Bakema. Anne komt uit Frieslandse voorouders in het Groningen. Regieassistent is onze Rietveld-student San Giorgio Blanc. Ik ben Prem Rajun. Hé, daar is de jongen die de baan heeft gestolen van het zwarte beetje. En ik ben Prem Radakichun. U kunt reageren via Twitter. Apenstaat, zet pipi op in of hashtag Zwarte Prietpraat. En u kunt reageren via de Radio 1-app. En het e-mailadres is zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1 mailadres sturen, die lezen we niet. En het telefoonnummer, maar u moet nu niet bellen, want Sunny is even koffie en thee aan het halen. Het telefoonnummer wat u voor 2 minuten mag bellen is 0800-1121. En al die mensen die filmpjes sturen en boodschappen inspreken, ik lees alleen de Radio 1-app. Ik kan geen dingen. En die foto van die buikdanseres, Rolf Radio, kan ik niet zien. Beste René Mal, beste Prim, voor de goede orde. Aan het begin van het programma was je even in beeld. En ik als kapper zag dat het erg kort was. Ja, René, het klopt. Ik heb om de zoveel tijd ga ik naar de kapper en zeg ik tondeuze standje 0. Dat bespaart veel gedoe. Als antwoord op Emma Design, ik weet niet wat Emma Design heeft, Oriental Beat. Alles wat ze doet voor de kost is met buikdansen, nee, Oriental Beat. Dat zomergasten is 3 uur, maar 2 uur praat Zwarte Priet praat lijkt langer wel te rusten. Dus ik weet niet wat Emma Design heeft gedaan. En Skeptische Muts, voorwoord uit Niet Relatief van Vincent Icke. Iets anders betekent. Skeptische Muts heeft een hele lange tweet over wat voorspellen betekent, maar dat gaan we niet doen. Oké, wat we gaan doen. Jij gaat een stukje voorlezen uit je boek, alsjeblieft, Samira. En terwijl je aan het voorlezen bent, ga ik naar jou toe lopen. Dan ga ik naast jou gaan staan. En dan ga je na het voorlezen mijn hand lezen. Is dat goed? Ja. Dames en heren, Samira leest voor uit het boek Dansen met Slangen en Vuur. De avonturen van buikdanseres Samira, S-A-M-I-E-R-A. Voor €22,50 te kopen bij de Betere Boekhandel. En u kunt ook naar samira.nl gaan. En dan kunt u het misschien daar bestellen. En anders de uitgeverij Elixir. Oké, ga je gang, Samira. Het was Halloween. Mijn Rodi en ik waren op weg naar een discotheek waar ik enkel de slangenshow moest opvoeren. De slangenshow was een populaire act tijdens Halloween. Speciaal voor Halloween bouwen we in het midden van de discotheek een tijdelijk podium, had de eigenaar verteld.
Wij versieren het podium met griezelige attributen. Je moet dan wel door het publiek lopen om bij het podium te komen, maar je krijgt twee beveiligers mee. We willen graag een slangenshow van een kwartier. En haal geen mensen uit het publiek. Het leek mij een makkie. Terwijl Merodi de slangenkisten op het podium zette en het geluid regelde, kleedde ik me om. Tussen de beveiligers in liep ik door de mensenmassa naar het podium. De beveiligers bleven aan weerszijden van het podiumtrapje staan. Met één voet op de onderste tree wachtte ik op mijn muziek. Ondertussen bekeek ik de Halloween-versieringen. Skeletten, doodshoofden, spinrach met spinnen. Toen zag ik de kippen. Boven het podium hingen dode kippen met de koppen naar beneden en de vleugels gespreid. Onmiskenbaar echte kippen, nog in hun verenkleed. Mijn hart stond stil. Meteen besloot ik ga niet met de slangen onder die kippen dansen. Resoluut keerde ik me om en liep terug naar de kleedkamer. De beveiligers haasten zich achter me aan. Onderwijl hoorde ik de discjockey mij aankondigen. De discotheek-eigenaar stormde de kleedkamer binnen en riep furieus: "Waarom ga je het podium niet op? Wat betekent dit?" "Die kippen zijn lekkere hapjes voor mijn slangen," legde ik uit. "De kans is groot dat de slangen onrustig worden van de geur van zoveel prooien. Misschien gaan ze naar de kippen happen of per vergissing mij bijten. Het is uitgesloten dat ik met de slangen op dat podium dans." "Oei, dat heb ik me niet gerealiseerd," bond de eigenaar in. "We hebben die kippen van de slachterij opgehaald. We vonden het zo'n lekker luguber idee. En nu? Ik heb wel een ander podium, maar er staat geen licht op. Alle lampen staan op het Halloween-podium gericht. Ik kan met een slang om de nek door het publiek lopen," opperde ik. "Maar dan wil ik wel dat de beveiligers meegaan." "Ja, dat is een goed idee," riep de eigenaar enthousiast. "Je kunt meteen beginnen." Merodi bracht de slangenkisten naar de kleedkamer. Ik pakte de python, deed hem om mijn nek en liep samen met de beveiligers de zaal in. De ene beveiliger liep voor me uit en baande zich een weg door het publiek. De andere liep vlak achter mij. Beide mannen waren groot en breed. Tussen hen in viel ik niet op. Bovendien was het donker in de zaal, behalve rond het Halloween-podium, waar ik zo ver mogelijk vandaan bleef. Het gevolg was dat niemand mij en de slang zag. Maar de beveiligers liepen onverstoorbaar door, en ik ook. Na een paar rondjes keerden we terug naar de kleedkamer. "Fantastisch hoe je dit hebt opgelost," riep de eigenaar. "Ik ben zeer tevreden. Wat zal het publiek het geweldig hebben gevonden om van zo dichtbij een echte slang te zien." "Ja, de mensen vonden het erg leuk," loog ik. "Waarom zou ik de eigenaar uit de droom helpen en bekennen dat niemand de slang heeft gezien?" Bang dat ze mij zouden verraden, keek ik naar de beveiligers. Maar zij hielden hun mond. Zij hadden gewoon hun werk gedaan. Mij beveiligen. Prachtig opgeschreven. Echt heel prachtig opgeschreven. Leuke anekdote. Maar dat die kippen, dat je dat ook nog realiseerde. Ja, zeker. Ja, oké. Okay. Luisteraars, dat was een fragment uit het boek. Want je wilde mijn boek nog Dansen met Slangen en Vuur. De avonturen van buikdanseres Samira. Autobiografie van Samira. Een prachtige tekening erin. Heb jij die tekening zelf gemaakt van deze vrouw? Nee, dat heb ik ooit dus. Ja, heeft iemand die van mij gemaakt. Oh, wat leuk. En het is Elixir Uitgeverij. Oh, er zitten ook foto's in dat boek. Ja, ik plaat er nu zo. Met een hula rokje. Blote voeten op het vuur. En al deze. Oh ja, dit is dat kostuum. Dit is het Zuid-Amerikaanse kostuum. Ja, ja. Oh, er zijn echt. Luister, er zijn veel foto's erin. Ja, sorry, ja, ik heb je verdomme zien optreden. Want dit. Je danst met een zwaard op je hoofd. Ja, maar ik heb je zien. Dit beeld wat er nu is, die herken ik wel. Oh nee, met het vuur heb ik nooit gezien. Oh, dit is een Spaanse. Je hebt echt heel leuke foto's erin ook. Ik heb een heel fotoboek bij me ook nog. Ja, oh, en hier zie je als tarotkaartlezer. Ja. Ja. Even kijken. Oh, je hebt een heel busje waarop staat Samira.nl. Oh, en wanneer later de herinnering. Oh,
ja. Ja, oh, luisteraars, die laatste zin vind ik heel mooi van het boek. Die ga ik niet voorlezen, want dan... dat vind ik wel een goede reden om dat te doen. Ik zat toevallig mijn vader zo gisteren... zo 28 augustus zaterdag zou hij 97 jaar geworden zijn. En toen was ik met mijn enige broer die ik nog heb... de andere leeft, maar waar ik nog contact mee heb... ben ik gaan eten. En toen zei hij ook, ja, de herinnering... het wordt moeilijk om de herinneringen vast te houden... van als je 7, 8, 9 jaar bent. Dus je hebt een hele mooie zin op het einde. Ja. Wil je mijn linker of mijn rechterhand? Want luisteraars, dus het boek heet Dansen met Slangen en Vuur... Avonturen van buikdanseres Samira met IERA. En dat kunt u kopen voor 22,50. Welke hand... ben je rechts of links? Qua denkwijze ben ik heel erg links. Ik ben power to the people. En, met mijn hand, en ik schrijf met mijn rechterhand. Ja, dan doe ik je rechterhand. Dan doe je mijn rechterhand. Ja. En luisteraars, ja, natuurlijk. Maar vastpakken. Ja, ja, ja. Ik ben tweemaal ingeënt met het Ottomaanse BioNTech. Luisteraars, live op de radio wordt nu mijn handen gelezen door Samira. We gaan even kijken wat ze allemaal kan vertellen. En ik ga eerlijk zeggen of het wel of geen onzin is. Ja, oké. Okay. Mag ik praten terwijl je aan het nadenken bent? Of deze bovenste lijn, dat is je hartlijn. Ja. En die gaat dus over je hart, je gevoelens, je emoties. Ja. Die is behoorlijk recht en die gaat hier met een puntje zo gaat die omhoog. Zie je dat? Het rechte is, als je hartlijn behoorlijk recht is... dan ben je een nuchter persoon. Dan kun je je gevoelens binnenhouden. Ook als je iemand tegenkomt voor in de liefde of de vriendschap. Dan ben je eerst voorzichtig of afstand. Je wil iemand leren kennen. Maar dan opeens is er een punt waarop je je hart wel kan openstellen. Dat je wel weer... dat je iemand toch in je hart sluit, zeg maar. Oh, maar dat sluit ik meestal na 2 seconden al. Oké. Maar dus, kijk... Het is, als ik een vrouw leuk zou vinden, dan ben ik zo bang voor mijn eigen vrouw dat ik dus niets doe. Maar dat is het niet omdat ik het niet wil, maar is het omdat ik bang ben. Ja. Dus dit klopt niet. Ja, dat je zo omhoog gaat, dan kan je ook. Ja, je bent dan ook. Je kunt ook heel erg, romantisch zijn en lief zijn. Maar je houdt wel je hoofd erbij. Nou, volgens mij, als ik verliefd was... Nou, toen ik verliefd was op mevrouw, was mijn hoofd er helemaal niet bij. Okay. Maar het klopt wel. Nee, laat me het zo zeggen. Bijvoorbeeld als mijn oudste dochter werd ernstig ziek... dan bleef ik helemaal kalm. Ik heb geen tijd voor emoties. Want emoties zijn een staande weg om iets op te lossen. Maar het is wel heel diep. Je hartlijn, je voelt de emotie wel heel diep. Je hebt gelijk daarin. Dat ik ben in crisis, ben ik ook op mijn best. Want dan kan ik alle emoties uitschakelen. Dat is waar. Ja, oké. Okay. Nou, dit is je hoofdlijn. Je hoofd heeft te maken met je hoofd, hoe je denkt. Die heeft ook een knikje. Zie je? Dus het rechte is ook dat je analytisch, logisch, rechts kan denken. En, maar ook weer zo'n knikje naar beneden. En dat is dat je ook weer creatief kan denken. Dus het betekent ook als je een moeilijke opdracht zou krijgen, dan ga je eerst misschien denken, oh, hoe heb ik dat geleerd? Of hoe zou dat moeten? Of oorzaak en gevolg? Maar als het dan niet lukt, kun je opeens helemaal omdenken en denken, hey, ik doe het helemaal anders of helemaal op eigen manier. Dat klopt. Ik denk ook voor dit programma bijvoorbeeld, out of the box. En op een gegeven moment, ik weet wat alle regels zijn voor radioprogramma's, hè? Maar omdat ik dan luister, iedereen doet hetzelfde voorgesprek al daar voor die creativiteit van het programma, dan zeg ik, oké, we doen de basis wel. Hè? Er zijn een aantal de regels, de technicus, het geluid moet goed zijn. Je moet zorgen dat je de tijd noemt. Al dat soort dingen. Dus de basis van een radioprogramma. Maar dan inderdaad, zoals nu met jou het geval, dan komt de creativiteit. Ja. Want die invulling ervan. Ik heb geen voorgesprek met je gehad. Ik wist niet wat jij zou zeggen. En dan is het op mijn creativiteit aangewezen. Dus dat klopt wel. Ja. En dat zo doe ik ook met heel veel van mijn consultancy. Ze huren mij in. Omdat ik dingen zie of zeg die anderen niet zien. Dat klopt wel, ja. Ja, oké. Okay. Maar dat is dan ook met een knikje opeens. Ja, maar dat knikje komt omdat ook bijvoorbeeld als ik een bedrijf adviseer of een instelling, dan zijn er een aantal regels waaraan een bedrijf moet voldoen. Nou, je moet een goede afspraak hebben, opdrachten moeten duidelijk zijn, al dat soort dingen. Maar daarna bij de invulling ervan kan je als een slaafse robot lopen. Ja, of je kan zeggen, dan ga ik kijken van, hey, maar wacht even. Als je dit doet, dan onderscheid je je niet van de concurrentie. Ja. Dus om je te onderscheiden, dan moet je misschien even dit doen. Dus dat klopt. Ik hou ervan om naar iets te kijken. En ik noem het 360 graden. Ja. Maar ik hou ervan om naar iets te kijken. Dat ik kan kijken, kunnen we er anders tegenaan kijken dan er tot nu tegenaan? Ja. Dat klopt wel, ja. Ja, oké. Okay. En je kunt volgens mij ook heel snel beslissen. Ja.
Ja. Ik had een radioprogramma Primtime. En daar waren een paar idioten van de NOS. Die snapten niet wat samenwerking was. En toen kwam de ding en toen besloot ik. Pap, ik trek de stekker eruit. Was ook in 2 seconden. Ik ben heel makkelijk in weglopen. Ik loop makkelijk weg bij dingen. Ja. Op het moment dat dingen niet gaan, zeg ik oké, doei. Ik vecht niet. Ik heb geleerd, voor iedere deur die dicht gaat, gaan er 5 andere deuren open. Maar voor iedere deur die open gaat, gaan er 10 andere dicht. Dus ik kan heel makkelijk zeggen, oké, boep. De enige waar ik niet makkelijk weg kan lopen, is mijn vrouw. Ja. Maar voor de rest loop ik voor alles makkelijk weg. Ja. Oké, dit is je levenslijn. Ja. Deze, die gaat heel ver. Het is een verre levenslijn, ze zijn ver. Dus je houdt van avontuur, aparte dingen, reizen, of je durft risico's te nemen. En je hebt bijna een dubbele. Je hebt hier ook nog een levenslijn, hier binnen. Net of je 2 personen kan zijn, of dat je thuis anders bent op je werk, of dat je goed in een kan toneel spelen of in iemands huid kan kruipen. Of ik leed een dubbel leven. Ja. Nee, ik zit te kijken. Het zijn 2 levenslijnen. Nou ja, kijk, dit is je echte levenslijn. Ja. Zie je? Maar hier heb je een soort spiegellevenslijn. Over de persoon. Nou ja, daar heb je ook een punt in. Ik heb, omdat ik moest overleven naar een aantal dingen. Dus dan heb ik wel geleerd dat, zeg maar, dat wat ik je zei, dat creatieve. Hè, dat ga ik een beetje onderdrukken, omdat ik de zekerheid wil hebben van een goed inkomen. Oh, ja. En dan is dit wel die creatieve lijn die ik, wanneer het goed gaat financieel, dat ik zeg, oké, dan gaan we nu even een avontuur doen, dat ik even geen inkomen heb. Dus dat is wel waar. Maar ik ben heel erg van degelijke vind. Daarom heb ik zoveel bewondering voor je. Ja. Want jij gaat artiest worden met 2 kinderen. Je gaat scheiden. Je moet op jezelf staan. Maar je kan toch op een moment kan iemand zeggen, nou, we huren Samira niet meer in. Maar daar had je totaal geen angst voor. Nee. Maar als het in mijn geval zou zijn en ik zou Samira zijn geworden, dan zou ik een baan hebben genomen op de juridische afdeling van de gemeente. Dat ik een soort basisinkomen heb. Of ik zou hebben gewerkt part-time als advocaat. Of ik zou wel iets gedaan hebben dat ik niet alleen van het artiestendom moet leven. Kijk, ik heb dit radioprogramma. Dat doe ik erbij als hobby. Maar ik hou er altijd rekening mee dat een of andere idioot hier kan zeggen, ja, schop die prim van die zender. En dan heb ik dit niet. Nou, als ik dat niet heb, moet ik nog steeds voldoende geld hebben om te kunnen leven zoals ik wil leven. Ja. Ja. Is er nog iets anders? Het is wel leuk. Ik zou je wel inhuren voor feesten en partij om dit te doen, hoor. De vingers zijn genoemd naar de Griekse goden. Je wijsvinger is Jupiter. En als je het zo doet, kijk, nee, dan ga je ze ontspannen. Ja. Je durft jezelf te zijn. Je bent geen meeloper. Je Jupiter, je wijsvinger is los eigenlijk. Dus je ego staat los. Je durft iemand te zijn. En je duim is je wilskracht. Je duim is behoorlijk recht. Dus je blijft behoorlijk bij je eigen wil. Hij is een beetje. Je kunt ook wel weer flexibel zijn. Dus je bent. Ja, je blijft heel erg bij je eigen wil. Maar je kunt uiteindelijk ook zeggen: oké, nou ja, goed. Het grappige is: ik heb ooit bij de NMB-bank voor management trainee gesolliciteerd. En daar hadden ze dus intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek. En toen zeiden ze: je hebt de neiging om nogal ver mee te gaan als iemand met je cliënt of hen mee te gaan met mensen. Je moet eigenlijk daarin standvastiger zijn. En toen ik advocaat was, merkte ik juist, omdat ik heel goed kon meegaan, dus als de officier van justitie iets zei, of de politie, en ik had een cliënt in strafrecht, kon ik heel goed meedenken bij die agent. Maar daardoor werd ik een betere advocaat. Dus ik heb wel geleerd in de loop der tijd dat het veel beter is om argumenten van anderen juist tot je te nemen en te proberen dat te begrijpen. Dus als ik met PVV-stemmers praat, kan ik ze heel goed begrijpen. Ja. En wat ze zeggen, want daardoor kan ik ook ik heb een keertje, ik had een vriend en we hadden er altijd dat we argumenten uitwisselden. Hij was ontzettend rechts en ik was voor meer betere verdeling van geld en zo. Toen hebben we een keertje voor de grap, want we deden een training, en toen vroeg iemand, maar ik zeg, als je goed wil debatteren, moet je alle argumenten van de ander kennen. En toen hebben we de rollen omgekeerd. Ben ik de vieze kapitalist gaan spelen en hij de socialist. Ja. En dat kan ook. Dus als je vaak, ik vind het ook leuker om met mensen te praten die anders denken dan ik. Ja. Ik hoef niet per se met gelijkdenkende omheen. Ja. Nou, je wilde nog iets met het boek doen, want voordat je met het boek zou geven, zou je nog iets doen. Wat zei je, wat wilde je doen met het boek? Signeren voor jou. Oké, dan doen we dat na de uitzending. Ik ga het boek nu van je mening, want ik ga met het boek in de hand nu wat vragen stellen. En het is al luisteraars, het is bijna 1:20. U luistert naar het programma Zwarte Priet Praat, waarin te gast is Samira, de dansen met slangen en vuur, de
avonturen van buikdanseres Samira. Ze is meer dan buikdanseres. Ze is ook assistent van de illusionist. En u schrijft Samira Sam en dan I-E-R-A. En het luistert naar het programma Zwarte Priet Praat. Hoe lang heeft het geduurd voordat je dit boek hebt geschreven? Hoe lang heeft het schrijven geduurd? Een jaar of vier, eigenlijk. 4 jaar? 4 jaar. Wauw. En 2016 ben ik dus gestopt. In de zomer van 2016. En ik denk dat ik in december 2016 begon met echt het boek op te schrijven. En in 2020 kwam die uit. Ja, en het is 328 bladzijden. Nou, het lettertype is ook dat ik het kan lezen. Gemiddeld had ik 2 à 3 optredens per week. Ja, 50 lege wijnflessen per maand. Ja. Ja, en een optreden is zoveel kreeg je voor een optreden? 1000 gulden. Oh. Met de, over de glas lopen. Ja, dan zit ik even te kijken. Ja, dat glas lopen is een onderdeel. Is 50.000 per maand dus. Als het 50 wijnflessen zijn, is het 50.000 per maand dan aan inkomsten. Ja, ik had 3 optredens per week. Dat betekent onder 50 lege wijnflessen. Ik denk dan meteen aan geld. 50 lege wijnflessen. Ja. Is, want je had 1 wijnfles per optreden nodig? Of hoeveel? 5. Oh, dus dat is het 10. Dat is het 10.000 per maand. Okay. Lege, ja. Oké, okay. Ja. Vraag aan Samira. Handlezen van Midnight Lady. Midnight Lady vraagt... ik heb een vraag aan Samira. Wat betekent het als de horizontale lijn van de linkerhand ononderbroken van links naar rechts loopt? Bij de meeste mensen lopen er 2 horizontale lijnen evenwijdig en die een gegeven moment uiteenlopen. Ja, zo. Wat betekent het? Dus ik zal het even voor je voorlezen. Ik ga weer naar die microfoon. De vraag van er is, als je naar mijn linkerhand kijkt... Ja? Wat betekent het als de horizontale lijn van de linkerhand... ononderbroken, kijk, van mij is onderbroken. Hier een ontbreking. Ja. Ononderbroken van links naar rechts. Van links. Dit is links. Van links naar rechts loopt. Bij de meeste mensen lopen er 2 horizontale lijnen evenwijdig... die op een gegeven moment uiteenlopen, deze 2. Ja, je hebt inderdaad... dat je niet een hartlijn en een hoofdlijn hebt, maar dat het 1 lijn is. Dat is een Simeaanlijn. Dat is ook, heet eigenlijk ook de apenlijn. Ja. En dan, ja. Ja, dan moet je uitleggen wat dat betekent. Ja, ja. Dan heb je last van dat je eigenlijk niet je gevoel en je ratio uit elkaar kan halen. Alle mensen van het syndroom van Down, die hebben een Simeaanlijn. Okay. En apen ook. En heel veel Aziaten ook. Ah, ik ben Aziat, maar ik heb het niet. Nee. Maar ik ben ook... En heel veel groten der aarde hebben dat ook. Oké, okay, dan is dat duidelijk. Die nou, heet de Simeaanlijn. De Simeaanlijn. Oké, okay, ik heb 1 ding, want tong zonder tong hangt al heel lang. Zullen we hem even in de uitzending, dan moet je even je koptelefoon opdoen. Anne, ik weet niet welke lijn, want ik kan hier niet zien welke lijn. Ik zie alleen Ton zonder tong. Oké, kom maar op. Ton zonder tong. Goedenacht, Ton. Goedemorgen, Ton. Ja, goedemorgen. Tot 2 soorten vragen, Namia. Ja? Wat weegt zo'n slang? Als ik nu mijn nek in wat heb. Weegt zo'n slang? Ton heeft tongkanker gehad, daardoor is een stukje van zijn tong weg. Daardoor lijkt het alsof hij dronken is. Maar hij praat dus een beetje onverstaanbaar. Maar wat weegt zo'n slang? Nou ja, als ik een nieuwe slang kocht, was het een kleintje. En als een slang ongeveer 10, 12 kilo was... dan werd hij te zwaar voor mij. En dan deed ik hem weg. Dus een slang groeit steeds door. Op een gegeven moment wordt hij echt heel zwaar. Dus... de slangen van mij werden tot 12 kilo. En wat deed je daarna met die slang? Het mooiste was als ik de slang kon verkopen aan een mannelijke danser... of aan het circus, want dan bleef die in het artiestenleven. Maar omdat mijn slangen heel tam waren... kon ik ze altijd heel makkelijk wel verkopen. Oké. Jaap, wat is de tweede vraag? De tweede vraag is... heb Amira ook in seksclubs gedanst? Heb je ooit wel eens in seksclubs opgetreden? Ja, ik heb een heel hoofdstuk bordelen, noem ik dat, in mijn boek. Want seksclubs zijn ook gewoon bedrijven. Die hadden ook vaak een personeelsfeestje... of de eigenaar was jarig of bestond 10 jaar. Dan deed ik gewoon mijn show, maar wel in de seksclub. Maar dat is ook gewoon een bedrijf.
Ja. En Ton is helemaal opgewonden. Dit is een 75-jarige oude viezerig. Dus Ton, hoeveel december was jij ook alweer jarig? Ton, wanneer ben jij jarig? 2 juli. 2 juli, oké. Okay. Sorry. Maar ik had nog één vraag. Ja. Als zij een zesde dans, gaat dan alles uit? Nee, zeker niet. Nee, ik deed mij gewoon mijn show. Het was gewoon dan een feest. Ja, maar Ton heeft allerlei fantasieën van een naakte beukdanseres, begreep je wel? Ja. Ton is zo'n oude viezerik van 75, of 76 nu, hij is 76 geworden. Dus dan voor de seksshows waren de dames die altijd daar de shows deden. Dus zij deed geen seks, ze zat gewoon op in een bordeel, als het bordeel niet functioneerde als bordeel, maar als personeelslocatie. Ja. Dus dan waren de prostituees wel de klanten. Dus de prostituees zaten te kijken naar haar show. Dus ze vermaakte de prostituees. Kijk, als een eigenaar van een seksclub jarig was bijvoorbeeld, en hij vierde zijn feestje in zijn club, dan kwam gewoon de familie, de neefjes, nichtjes, gewoon op zijn verjaardag. Oké. Okay. Nou, Ton, duidelijk, had je nog verder iets? Want ik moet, het is al bijna 4:45 en straks komt Wilbert. Ik ga het verder luisteren. Oké, dankjewel. Oké, doei, Ton. Samira René Mol wil weten, die schapper, heb je een partner? Je hoeft niet te antwoorden, zegt hij. Nee, ik ben vrijgezel. Maar ben je na je scheiding nooit meer... Jawel. Maar nooit meer gaan samenwonen? Nee, dat niet. En ik heb wel vriendjes gehad, maar sinds, ik denk 5-6 jaar, denk ik, zo, het is klaar met de kerels. Aan mij leeft geen Polonaise meer. Nee, ik vind het heerlijk om vrijgezel te zijn. Ja, maar maar je hebt nooit meer samengewoond dus? Nee. Oké, want dat artiestenleven, dat was nummer 1. Ja, echt wel, ja. En waren het ook artiesten waarmee je relaties kreeg, of gewone burgermannetjes? Ja, nee, ik heb heel vaak gehoopt op een partner als een goochelaar of zo. Ja. Maar dat is niet gelukt. Een artiest die met wie je samen kon optrekken. Oké, doe Samira maar, ik weet niet welke lijn het is. Of Saskia, sorry. Doe Saskia maar, alsjeblieft, Anne. Goedenacht, Saskia. Goedenacht met Saskia en goedenacht mevrouw Samira. Hoeveel minuten heb ik tussen Ton en Wilbert, of hoe heet die Gilbert? Maar u mag uw vraag stellen. Ja, ik wilde graag vragen of u een heel kort consult mag met de tarotkaarten. Of dat kan. Of wat kan? Een kort consult met de tarotkaarten. Nee, maar tarotkaarten moet je, een consult moet je er zijn, moet je zitten voor er. En het is ter vermaak en de dingen. Dus dat gaan we niet op de radio doen. De slechte radio. Oké. Dus helaas, Saskia, dat kan ik niet doen. Daarom heb ik er ook gevraagd om mijn hand te lezen. Want terwijl ze mijn hand niet, dan kun je praten. Maar de tarotkaarten trekken is heel slechte radio. Dan heb jij daar je hand gelezen. En dan moet de klanten, ik ben jouw klant eigenlijk. Ja, mijn luisteraars. Ja, maar dat handlezen heb ik gedaan om te tonen hoe ze dat doet. Dus daarvoor heb ik mijn hand opgeofferd. Ik kan ook, als ik Anne Bakema zijn hand zou doen, kan hij niet schuiven. En als ik Sani zijn hand zou doen, dan is er geen... En Ruben van der Meer, ja, die was geen veld of wie te bekennen. Anders had ik een Rubens hand laten lezen. En in Rubens hand zou staan, steelt banen van zwarte meisjes. Dus sorry Saskia, dat kan niet. Weet je wat ik doe? Ik ga kijken op haar. Ik vind het een lieve vrouw en ze klinkt ook inderdaad heel jong. Ja, ik vind omdat ze vrijgezel is. Maar waar woon je? Ik woon, zoals je hoort, in Landgraaf. In Landgraaf, maar ze komt graag optreden naar Maastricht. Dus als je naar de site gaat, organiseer daar een groepje. En dan komt ze gewoon graag tarotkaarten trekken. Dat kost, wat kost het dan om tarotkaarten te komen trekken, uur lang? Oh ja, ligt aan waar het is. Ja, maar Limburg, in Landgraaf. Nou ja, dan wel. 750.000 euro. Nou, dan moet je gewoon 20 mensen binnenhalen die allemaal 50 euro lappen. En dan kunnen jullie lekker... Dat heb ik. Nee, je moet gewoon 20... Nee, luister, ik moet nog één ding. Ik heb dat nodig voor die appartementen wat jij vorige week zei, die in Heerlen allemaal leegstaan. Vrij stonden. Ja. Maar ik denk dat je vergist dat het ook nog even zegt. Ik denk dat je bedoelt kantoorpanden. Oh nee, maar er waren nog huizen. Misschien zijn ze, maar zijn ook kantoorpanden liggen helemaal. Maar ik moet toegeven dat ik sinds corona niet meer in Heerlen ben geweest. Dus ik weet niet hoe het precies is. Ja, dan moet je toch eens een keer langskomen. Want
Oké. Okay. Een leuke stad. Landschap ook. Dank je wel, Saskia. Ik ga kijken op de, site samira.nl. Ja, E-E-R-A. Okay. Dank je wel. Doei, doei. Oké, okay, okay. Rolf, terwijl... Ja, Rolf heeft iets getwitterd. Rolf, terwijl Wilbert Steufbergen zijn column doet, ga ik Samira vragen om te komen kijken of zij het is op die foto. Dus na de column van Wilbert Steufbergen kreeg je antwoord op je vraag. Dames en heren, het is 2:30. U luistert naar NPO Radio 1. En al 5 jaar lang, voordat iemand door had, ik moet eerlijk zeggen, het is al vanaf 2009, dus al 12 jaar lang ken ik hem als een man die de waarheid wil over het teringregime in China, van die dictators die mensen vermoorden, organen verhandelen, et cetera. Maar iedereen was bezig met geld. En nu China te machtig is, krijgt hij steeds meer mensen die het met hem eens zijn. En dan gaat hij weer al mijn vrienden uitschelden. Hier is Wilbert Steufbergen. Een goedenacht, luisteraars. We beginnen vandaag in Afghanistan en we eindigen in Londen. In 2006 hoorde ik voor het eerst van de Oeigoeren. Er bleken een paar in Guantanamo Bay te zitten, opgepakt in Pakistan en Afghanistan. Guantanamo Bay is het illegale gevangenen- en martelkamp van de VS, voor verdachten van de aanslagen op de Twin Towers, op 9/11. Voor dat kamp bestaat nog steeds geen erkende juridische grondslag, zoals het ook niet was voor de illegale gevangenissen die de VS toen hadden in Europa en elders. De VS bleek snel ervan overtuigd dat de Oeigoeren onschuldig waren. Maar waar moesten ze naartoe? Terugsturen naar China betekende in 2006 al een mogelijke executie. Dus werden sommige Oeigoeren getransporteerd naar Albanië. Een bizarre wereldreis voor die Oeigoeren. Anderen werden verkast naar eilanden in de Stille Oceaan. Nu de NAVO uit Afghanistan vertrekt, zijn de Oeigoeren wederom speelbal, maar nu dodelijker. Want op verzoek van China worden Oeigoeren door de Taliban mogelijk gedeporteerd naar China, waar vandaan ze gevlucht waren voor de communisten. Eindstation, de crematoria in Aksu, Urumqi, dat is in de provincie Xinjiang, of elders in China. Oeigoeren in Afghanistan durven nu nauwelijks nog de straat op, omdat de Taliban China beloofd heeft te zorgen dat de Oeigoeren zich koest houden. En dat Oeigoeren in Kabul reden hebben om voor hun leven te vrezen, blijkt uit een rapport van Human Rights Watch, dat een opsomming geeft van vooral islamitische landen die Oeigoeren oppakken en terugsturen naar China. Hier hoort u CNN, dat een eigen onderzoek deed. Over the course of our investigation, we have also found cases of Uyghurs forcibly returned to China from the United Arab Emirates and Egypt, a violation of international law and where they may face what the US has labeled a genocide. CNN ontdekte dat de Oeigoeren gedeporteerd werden uit de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. Dat is een overtreding van de internationale wet die de Oeigoeren slachtoffer kan maken van de genocide op de Oeigoeren, zoals de VS het betitelt. In een ander land, Pakistan, zijn zeker 200 Oeigoerse echtgenotes gedeporteerd, volgens een van die Pakistanse mannen. Nog zo'n islamitisch land dat innig met China samenwerkt is Kazachstan. Chinese agenten kunnen zeer makkelijk in dit buurland te werk gaan. Of het zijn de Kazachse veiligheidsdiensten zelf, die gevluchte Oeigoeren of Kazachen vangen en terugsturen. De Kazachse vrouw Sayregul Saoudbay leeft nu in Zweden, nadat ze in Xinjiang een concentratiekamp overleefde. Ze vluchtte via Kazachstan en is een kroongetuige, omdat ze als lerares Mandarijn in het kamp werkte en meer zag en begreep van de gruwelen in de kampen. En getuigde bij het Uyghur Tribunal op 4 juli dit jaar in Londen. Na haar gedetailleerde getuigenis vroeg Sir Geoffrey Nice, de leider van het tribunaal, of ze nog wat heeft toe te voegen. Hier hoort u haar, ik meen in het Oeigoers. Xitay Kompartiyasining turlik besimbi qarlash, turlik besimbi taxtdan taxtga uchrab kelyapman. Hatto men mushaqqa kelyotgan vaqtimni menga tatsilib, yerim yo'ldan qaytirib akelamiz, biz ashnaqa bizning qudratimiz yetadi seni degan ishlarma bo'ldi. Kort samengevat zegt Sayregul Saoudbay hier dat ze sinds haar vlucht naar Kazachstan in april 2018 tot en met 3 juli
2021, dat was de dag voordat ze deze getuigenis in Londen deed, dat ze constant geïntimideerd en bedreigd werd door de Chinese staat. Onder meer via talloze telefoontjes. Er werd haar dan gezegd dat China zoveel macht heeft dat ze haar gewoon terug kunnen halen naar China. En dat dit zeer reëel is, blijkt uit het rapport van Human Rights Watch. En het blijkt uit de reportage van CNN. Plus, er is de barre tocht van een andere Oeigoer, ergens rond 2008-2009 in Europa. Het is Nijat Abdurrahimi. Een politieman die te veel heeft gezien van de orgaanoogst. Hij vlucht eerst naar Italië, dan naar Noorwegen, meen ik, en om te eindigen in Zwitserland, in Lausanne. Hij wordt daar constant gevolgd door Chinese agenten. Hij dreigt teruggestuurd te worden naar Italië, het eerste land van opvang. En dat beschouwt hij als een doodvonnis. Want zelfs het niet-islamitische Italië is zeer vriendelijk voor het Chinese regime. Italië heeft dan wel een wet tegen orgaantoerisme naar China, maar Italië maakt ook deel uit van het nieuwe zijderoute, het grote handelsnetwerk van China. Ik meen me te herinneren dat er zelfs Chinese politieagenten in Italië diensten draaien, gelijk met de Italianen. En het was ook zo in Servië. Hoe veilig, dat is dus de vraag, hoe veilig is Europa zelf voor de lange arm van China? Ik vermoed dat Nijat, de politieman, de Oeigoerse politieman in Zwitserland, uiteindelijk toch asiel heeft gekregen. Zijn verhaal is te lezen in The Slaughter, het boek van de auteur Ethan Gutman. Terug naar Sayregul, de Kazachse kroongetuige. U kunt haar verhaal lezen in het gelijknamige boek, Kroongetuige in het Nederlands. In het Duits, geloof ik, heet het Kroonzeugin. En u kunt haar verhaal natuurlijk volgen via video van het Uyghur Tribunal. Zie maar YouTube, Uyghur Tribunal Live Hearing, 4th of June 2021. Ik herhaal, Uyghur Tribunal Live Hearing, 4th of June 2021. And now back to Prem, the Dutch. Dank je wel, Wilson. Tot de volgende week. Ja. Rolf, dat was. Rolf heeft de tweet gestuurd. Wat die Beukdans rest. Nee, zij is niet blond, Rolf. Dus dat is niet Samira. Samira, maar over slangen gesproken. Je kweekte je eigen ratten? Ja, die slangen eten levende ratten. En ja, ik kon ratten kopen, maar ik kweekte mijn eigen ratten. Hoe kweek je ratten dan? Nou ja, je hebt een mannetje en een vrouwtje. Je doet het in een kooitje en dan krijg je 12 jonkies. En hoeveel ratten aten die slangen per dag? Nou, nee, slangen eten heel weinig. 1 rat in de week. En 's winters nog minder. Dus ik moest eigenlijk, ja, ik had altijd hokken met mannetjes en vrouwtjes los van elkaar. En ze konden zelf regelen hoeveel er gefokt werden. En was dat in je tuin of waren die ratten ook in huis? Ja, in de schuur. In de schuur. Ja. Dus je kinderen groeien op met slangen in huis, ratten in de schuur. Ja. En toch zijn ze normale mensen geworden. Ja, zeker. Ja. Luisteraars, u luistert dus. Het is 12 minuten, wat zeg ik, 22 minuten voor 2 uur. Nee, ik ben gek. Het is 38 en 20 is 58. Ja, 22 minuten. Kijk me niet zo raar aan. Het was goed. Wat het vervelende is, als ik praat, Samira, dan keek ik recht naar Anne. Dus ik zeg, het is 22 minuten voor 2 uur. Anne keek zo raar. Ik denk, maak ik een telfout? Maar het is 38 over 1. Dus ja. Maar goed, u luistert naar het programma Zwarte Priet Praat met als gast de auteur van het boek Dansen met Slangen en Vuur. De avonturen van beukdanseres Samira met M.I. ERA. En u kunt naar samira.nl gaan. Leest u alles verder. De techniek is dus Anne Bakenaar, maar de regieassistent is San Giorgio Blanc. Ik ben Primera Rekishun. U kunt reageren via Twitter, apenstaat ZBP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. U kunt reageren via de Radio 1-app. U kunt mailen naar zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres sturen, die lezen we niet. En het telefoonnummer is 0800-1121. En Jolin, die twitterde uurgelicht, maakt bettertje. Jolin, die tweet van je vind ik zo gênant dat ik hem echt niet ga voorlezen. Sorry, maar ik vind het zo. Ik vind hem echt te gênant. En ik ben voor allerlei dingen, maar deze gaat echt een beetje te ver. En John Vermeulen, JR22, zegt: hey, beste Prim en zijn gast. Het is nu een stuk rustiger dan vorige week bij jou, Prim. En toch kijk ik liever naar haar toe. Want al die mannen van vorige week zijn met z'n allen nog niet de helft zo boeiend als deze dame. Alleen prettige voorzetting, John Vermeulen uit Den Haag. Nou.
Nou. Dat moest ik nog zeggen. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Want je hebt nu dit boek gemaakt. En ik was net voor bij het Oog op Morgen. Hebben ze van dat boek een film gemaakt. Is dit boek wel zit er wel een film in? Ja, nou ja, dan moet wel iemand spelen die dus... Ja, die bang is voor slangen en kan vuur spuwen. Of een musical misschien. Ja, ja. Maar ja, want als je toch je zou dit kunnen bewerken, toch? Want het is. Ja. Kijk, je doet er wel makkelijk over. Maar ik vind het een boeiend verhaal om te zien hoe een meisje uit Appingedam, die geen artiesten in de familie. Dus het gewoon. En dan gaat naar Groningen op de HBS. Maar is er in Appingedam geen HBS? Of ja, allemaal geen christelijke. En je moest naar een christelijke HBS. Wat waren je ouders zo streng gereformeerde? Ja. Ja, vandaar dat je zwanger wordt. Zodra je van de HBS klaar bent. Maar je was dus een vroege leerling. Want je was op je 20ste werd je zwanger. En toen was je al begonnen met je secretaris. Dus je was met je 18e klaar op de HBS. Ja, denk ik. Ik weet niet, ja. Ja, dus het leren gaat je wel gemakkelijk af. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, maar wat ik dus zo boeiend vind. En ik probeer daar een antwoord op te vinden. Hoe dat talent is komen boven. Dreven, snap je? Want je zegt, ik zag een advertentie in de krant voor buikdans. Maar dan moest je al toch iets... Want je wist wat buikdansen was. Ja, nee, ook niet echt. Want toen natuurlijk geen internet of zo. Dus ik hield wel van dansen, van bewegen. En, dus, ja. Maar dan heb je hebt dus wel tijdens je studententijd... of de HBS-tijd flink gaan dansen nee, en zo. Nee, ook niet echt. Dus je bent niet een meisje dat veel naar de discotheek ging en zo? Nee, dat mocht ook niet. Maar toen je op het HBS zat in een ding... ging je daar iedere dag met de bus van Appingedam? Ja. Maar dan ben je hoe lang? Anderhalf uur onderweg? Ja. Anderhalf uur met de bus nou heen? Ja, een half uur denk ik. Nee, maar van huis naar huis. Van huis naar school. Ja. Hoe lang is toch? Nou ja, eerst op de fiets, thuis weer op de fiets. Ja, misschien wel een uur. Ja. Ja. Dus tijd voor feestjes. Ja, was ook niet echt... Maar waar ben je dan je vriendje tegengekomen? Ja, op school. Op school, oké. Maar je was al klaar met de HBS toen je zwanger raakte? Ja. En wat zeiden je ouders dan? Was een schok, want je was zwanger en je was nog niet getrouwd. Ja, maar ze hebben het al heel mooi opgelost. Ja, je bent tegengetrouwd. Ja, gezorgd voor een klein huisje in Appingedam eerst. Oh, dus jullie hebben eerst samen gewoond in Appingedam? Ja. En toen verhuisde naar Groningen? Ja. Oké, dus je ouders hebben je wel, zeg maar, geholpen? Ja, zeker, ja. Oké, en wat vonden ze ervan toen je eenmaal artiest werd? Een beetje vreemd, ja. Eigenlijk wel heel... Mijn vader vond het leuk, denk ik, dat ik een zelfstandig ondernemer werd. Want dat was hij ook. Ja. He, dat ik mezelf voor mezelf zorgde. Ja, maar je danste daar in schaars geklede met een bikini zat je te dansen. Op een gegeven moment woonden mijn ouders in Emmen. En als ik in Emmen optrad, buiten bijvoorbeeld, ik had ook heel veel buiten, zag ik ze vooraan staan. En aan mijn moeder kon ik zien dat ze iedereen zei, dat is mijn dochter hoor, dat is mijn dochter hoor. Je staat, die foto's in het boek, je staat heel erg ontbloot vaak. Want je moet de buik goed zien hè, en dan dat je een bikini, want ze moeten je benen ook goed zien. Dus vonden ze dat niet erg dat je zo bloot danste? Ik denk het niet. Nou, zo bloot is dat niet. Alleen het klinkt bij... Ik kwam heel veel... Ja, je hebt ook heel veel Zuid-Amerikaanse danseressen, zeg maar. Die zijn ook heel bloot. Ja. Ja. Nee, ik vind het niet erg. En hoe mijn vader het vond... De laatste jaren werd hij leraar economie. En op zijn afscheid van die school... vroeg hij mij op het feestje van de afscheid op die school... te dansen. Ah, oh, wat leuk. Ja. Oh, dus dat is het wel helemaal goed. Ja. Oké, we gaan nog even kijken. Ik heb nog een beller en straks komt Janus. Oh, nou, deze beller weet je nooit welke kant het opgaat. Zet de koptelefoon maar op. Het kan ontzettend leuk zijn. Maar als hij de verkeerde been uit bed is gestapt, dan weet je ook nooit hoe het wordt. Dus goedenacht, Victor. Gooi je maar in, hoor. Hallo? Ja, goedenacht, Victor. Hoi, Prem. Ik hoor een echo. Kan dat? Anne? Victor hoort een echo. Is hij weg? Victor. Oh, ik zal even mijn radio uitzetten, een grapje. Ja, is hij weg? Hé, wat zeg je? Is de echo weg? Ja, volgens mij wel. Zeg het maar. Hé, goeienacht aan je gast ook. Samira. Hoe heet het boek? Victor, hoe heet het boek?
Dan ben je een quizmaster of wat? Dansen met slangen en vuur, de avonturen van buikdanseres Samira. Te kopen bij de Beutere Boekhandel voor €22,50. En dat is helemaal geen geld voor dit boek. Nou, voorheen heette dat sluikreclame. Maar het is geen sluikreclame. Ik ben primredactieur en ik mag aan de reclamecodecommissie. En iedereen is bang om mij aan te pakken. Dus ik mag alles doen wat ik wil. Ik maak reclame. Ik maak geen sluikreclame. Ik maak openlijke reclame voor dit boek. Jij bent de enige alwetende god. Ik ben de opper-Nederlander. In medialand. Ik ben de opper-Nederlander. Niemand durft mij wat te zeggen. Nou, gefeliciteerd. Dank u wel. De vraag aan jouw gast was... Aan Samira, de auteur van het boek Dansen met Slangen en Vuur, de avonturen van buikdanseres Samira, ja. Ga door. Maar noem ook nog even de uitgeverij. Uitgeverij Elixir, dank je wel. Prijs? €22,50. Goed zo. Nou, ik ga het zeker kopen, maar ik vroeg me af of zij... zij is natuurlijk enorm iemand die mensen kent of mensenkennis heeft... Dat weet ik niet. Heb je mensenkennis, Samira? Kan je mensen inschatten? Ja, wat moet ik daarop zeggen? Nee, maar Victor gaat de vooronderstelling. Ik denk niet meer dan een ander, ik weet niet. Oh. Nou, mijn vraag is, van als u nou ziet hoe die eeuwige enige Rutte zich gedraagt... Dan Wat vindt u daar nou van zonder zijn hand te hebben Ik hoop dat u nooit met zijn hand in aanraking komt. Waarom moet ze nooit met zijn hand in aanraking? Het is een heel vriendelijke man, heeft een klote beleid, maar het is een heel vriendelijke man. Ja, maar zijn lichaam is volgens mij geïnfecteerd met een heel vreemd virus. Nee, maar Victor, als iemand anders denkt, hoef je die man niet helemaal te gaan... De vraag was aan jouw gast, hè? Ja, maar dat je vraag aan mijn gast is betekent... Je gaat een monoloog houden. Ja, natuurlijk gekke monoloog houden. Okay. Het programma heet Zwarte Priet. Doe maar. Maar goed, Samira, wou je deze vraag beantwoorden? Wat je vindt van Rutte of... Nou ja, Rutte kan bij mij langskomen. En dat gaat zo... Dat zou een zegen voor het land zijn, want dan zou jij hem kunnen... dan zou jij kunnen voorkomen dat hij nog een keer 4 jaar de dictator van Nederland... Hij is niet de dictator van Nederland. Hij heeft een parlementaire meerderheid. Al die partijen doen eraan mee. Dus weet je, Victor, die man is geen dictator. Dat je die man zijn beleid, wat de coalitiebeleid is... eerst met Bruin 1, met PVV en CDA... daarna met de P van de A en nu met 4 andere partijen. Je kan die man niet verwijten dat hij... Kom op, Victor. Je gaat die man toch niet verleiden met Xi Jinping en andere. Die man is een democratisch gekozen minister-president... waar iedere keer in het parlement blijft hij zitten. Dus ik bedoel dat jij die mama of je deze woordkeuze... Hoor ik een punt? Wat? Hoor ik een punt? Moet er een punt komen? Nou, die monoloog van jou duurt wel weer erg lang. Ja, maar jij verziekt deze uitzending die heel prettig verliep... door te gaan zeuren over de enige Rutte. Ja, maar daar ben ik voor ingehuurd, Prem. Daar ben je niet voor ingehuurd, want je wordt niet betaald. Jawel. Door wie? Door jou? Oh, dat mogen de mensen best wel weten dat jij mij betaalt. Nee, dan moet je gewoon niet zo op elkaar spelen. Wat bedoel ik nou? Je bent gewoon niet eerlijk. Ik krijg elke keer dat ik in jouw uitzending ben geweest... krijg ik een bedrag op mijn rekening gestort. Oh, ik ga daar niet over in details over welk bedrag dat is. Maar dat is fors. En dan ga jij nou ineens ontkennen dat ik door jou betaald word. Ik betaal je niet. Maar Frima, als jij wilt vertellen aan de wereld dat je door mij betaald wordt... dan moet je dat vooral doen en dan hoop ik... Ja, maar dat vinden de mensen toch niet erg? Maar dan moet de belasting niet... Dan zal ik even de mensen weten dat jij een zakkenvuller bent. Ze gunnen het mij ook dat ik een zakkenvuller ben. Maar ik vind wel dat je het aan de belastingdienst moet melden, Victor uit Zutphen. Dus dat zal ik zeker doen. Als er straks de belasting komt voor een naheffing, moet je niet... Dat is het gevaar als je Lucas vertelt op de radio. Er kan een belastingambtenaar ergens in zijn. Die lastige Victor uit Zutphen. Ja, dan komt hij met bewijs dat jij op de radio hebt gezegd dat ik je betaal. Ja, daarin. Oh, ze zijn welkom. Oké, maar goed. Succes. Oké, doei. Hoi. Ik heb nog een laatste mail. Oh, wacht, het is niet
Samira.nl zie ik nu, maakt niet uit. Want ik geloof niet in waarzegsters, ze is ook geen waarzegster. Ook niet als ze mooi oud geworden zijn. Even de radio terug aanzetten, dan kan ik Wilbert's column beluisteren. Oké, die hebben we gedaan. We gaan nu naar mijn huisdichter Janus, die komt uit Rotterdam. En ik ben benieuwd wat hij van jou en de uitzending vond. Dus we gaan, dames en heren, u weet het. En roep je even dingetje om Ruben om aan te kondigen. Dames en heren, hier is hij, mijn vriend uit Rotterdam. Hopelijk, vriend, je appt me wel als dat ene ding waar we over appten in orde komt. Maar goed. Ja, toch? Oké. Dames en heren, hier is hij. Mijn vriend uit Rotterdam, die wiers ploeg Feyenoord. Althans, hij is voor Sparta, die had ook verloren. Ja. Ik ben voor Feyenoord, die heeft ook verloren. Maar hier is hij dan, uit Rotterdam, live, Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1. Voor ik toch buiktansles zou nemen, zou er toch iets moeten missen in mijn leven. Misschien als er een medisch goede reden voor zou zijn dat ik het overwegen zou. Maar ik zie niet snel gebeuren dat men zo'n sensuele vrouw als ik door zo'n zaaltje heen ziet sleuren. Met sjaaltjes om mijn hoofd en armen en rinkelmuntjes overal. Muntjes aan de riem en schoenen. Zelfs muntjes aan de sjaal. En dan gesluierd zwieren door de meute met mijn sjaaltjes en kabaal. Ik zou een treurige exoot zijn in zo'n partycentrumzaal. Waar zo iemand als Samira overal het licht doet schijnen. Elke disco, elk bedrijfsfeest, elke kutsociëteit. Staat die vrouw met een paar boa's en een python, vindt die katters gek te maken. Die Golden Girl is dus binnen, meid. En uw voorspeller Nostradamus heeft de arcana net gelegd en voorziet dat zo'n jonge blom als zij de 100 makkelijk overtreft. Dus ik heb slecht nieuws voor de rest van u. Die sporten, gezond eten, de sigaretten laten staan of zich ondersmeren met Nivea's en sapkuren ondergaan of zich uitgehongerd strekken op retraite zich ontdekken. Het was allemaal een leugen, potverdorie, godmiljaar. Was u nu maar buik gaan dansen, dan werd u ook zo 100 jaar. Ah, wat een goeie vriend, wat ontzettend goeie. Dankjewel, tot de volgende week. Dankjewel, tot de volgende week. Ruben, je moet dichter gaan staan en je moet schrijf je met links of met rechts? Ik schrijf met links. Oké, dan moet je je linkerhand nu aan Samira geven. Samira, je mag de koptelefoon weghalen. Ik moet mijn linkerhand aan Samira geven? Ja, je moet je linkerhand aan Samira geven. Draai hem open, ze gaat je hand lezen. Oh, je moet dichter schuiven, zodat ze dichter bij de microfoon kan blijven. Ja? Oké, ga je gang, Samira. Ja, dit is, doen we het zo. Even kijken hoor, dit is je hartlijn. Ja. Je hartlijn lijkt wel een beetje op die van Prem. Oh. Je hartlijn gaat wel verder door. Mm-hmm. Je zou zeggen, jij gaat in de liefde, in een vriendschap er helemaal voor. Mm-hmm. Maar dan moet je wel oppassen dat je toch ook wel je hoofd erbij houdt. Oké. Dus, je begint helemaal roet te worden. Ja, ik vind het bijzonder. Ja. Ik hou van dit soort Ja. En je hoofdlijn is vrij rechts en heel lang. Ik denk dat jij lang denkt. Dat betekent... Hij is erg bang. Hij is een twijfelaar. Ja. Misschien ben je wel intelligent. Maar je kunt ook al de dingen lang uitstellen. Ja. Je durft zich niet te uiten. En je denkt, je denkt ook wel... Ja, hoe lang heb je nagedacht voordat je die baan van het zwarte wist? Nee. Goed. Je hebt heel veel ruimte tussen je pink en je ringvinger. En dat betekent dat je ruimte nodig hebt in je leven. Okay. Dus met een partner samengaan gaat heel mooi. Maar jij hebt ook echt je eigen leven nodig. Een stukje eigen leven, zeg maar. Klopt dat? Heb je al een partner waarmee nee, samen? Nee, ik ben single. Okay. Ja. Ja. Ja, ja, je hebt heel veel ruimte nodig voor je. Ja. Heb je ook met praten? Als je pink is Mercurius. Ja, de dat is de god van de handel en, mm-hmm. de communicatie. Heb jij met praten en met zinnen maken, vooral met communiceren, ook wel? Want kijk, je hebt een hele dikke basis in je pink en dan wordt hij smal. Ja. Dat je eigenlijk veel wil zeggen, maar tijdens het praten of dan zeg ik toch maar niet. Of kleiner zegt of minder zegt. Samira, weet je waarom dit klopt? Oh. Ik maak steeds een grapje nu. Hè? Dus kijk, er was een meisje, Nanda van Heteren, die was
die presenteerde ook bij de NTR op zondag af en toe. Die was de gast. En Ruben is haar opvolger. En ik maak dus de grap dat hij de baan heeft gehad, wat helemaal niet zo is. Ja. Want Nanda had een contract, dat contract. Maar dan zegt hij alleen maar, oh nee. Maar dan gaat hij niet zeggen, Prim, je lult uit je nek. Want ik ga niet over de contracten. Staat een contract bij de NTR, het is afgelopen. Dat ik waar, heb toevallig ja. een contract gehad. Maar dat, ik zeg het dus nu al bijna 6 weken lang. Of 8 weken lang. En het enige wat hij zegt is, nog voor de Olympische Spelen, oh nee. Maar je weet, hij kan het formuleren, maar hij zegt het gewoon niet. Ja, okay. Dus alles wat je tot nu toe hebt gezegd klopt. Sorry, ja, ja. Ik denk dat je wel behoorlijk accuraat was. Ja. Oké, dan gaan we nu kijken of ik kan praten. Want wat heb je zo in focus? Wij gaan het zo meteen hebben over de Paralympische Spelen. Oh, we hebben onder live? Andere... Opgenomen, alle podcasts, alle ja, 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 we hebben onder andere Monique Berger. Zij heeft de rolstoelen ontwikkeld van de rolstoelbasketballers. Ja. Dus die gaat erover praten. En Roos Oosterbaan hebben we een opname van. Dat is ook een oud rolstoelbasketballer. Die Roos Oosterbaan ken ik, ja. Die doet nu Miss Paralympics. Wat is zij, Miss Paralympics? Dat is in plaats van Miss Podcast nu, elke werkdag. Okay. Maar zij heeft ook een podcast opgenomen. En zij gaat daarin onder andere gesprek met de handbiker Tim de Vries. Oké, maar kunnen jullie het woord podcast niet veranderen? Oké, ik zocht het Nederlands woord voor pot. Maar het is gewoon een potzending. Een potzending? Ja, want de broadcast is een uitzending. Ja? Maar wat en een podcast cast is zenden. Ja, dus is gewoon een zenden, maar wat is pot? Dus, ja, pot is dat apparaatje, de iPod, weet je wel. Wat toen, dus een pot is een... wat is een pot? Ja, ik moet de vertaling zo vast zoeken. Maar dus pot, dus als je nou potzending zegt, want ik word moe van al die tering Engelse woorden. Oké. Okay. Spreek je eigen moerstaal, eigen taal eerst. Ja, verdomme, het Fries is al uitgeschakeld, dat is de oudste taal in dit land. We moeten al het Niederdiet spreken, dat is Nederlands. Dus, maar goed, veel succes. En dank volgende keer als je komt en ik zeg ik heb die baan gestolen, moet je gewoon zeggen, nee Prim, dat is niet zo, ik ga niet over de contract. Oké, ik zal het onthouden. Ja, zie je, maar dankzij Samira, ja, dus luisteraars, zo ziet u hoe lief ik ben voor jonge talenten die in de nacht uitgebuit worden door de NTR. Hij komt ook niet goed op voor zichzelf bij de NTR, want hij moet gewoon veel meer geld krijgen. Dat doet hij ook niet. Nou. Maar dan zeggen ze bij de NTR, wees blij dat je dit baantje hebt, want het is moeilijk bij de radio. Denk Ruben, oké, ik kom mijn mond maar. Weet je wel, het is echt verschrikkelijk wat deze... Wat ja, als deze, je zo'n pink hebt, heb je die al ja, een keer? Ja, zie je, dus, dat, dus ja. Als je vanaf nu als je komt, dan ik zeg, heb je al wat gedaan aan je pink? Dankjewel, Ruben. Helemaal goed, dankjewel. Samira, het is heel jammer, maar we zijn bijna aan het eind van het programma gekomen. Vond je het heel leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Ja, okay, ik voelde me lekker op mijn gemak. Ja, en ik moet je zeggen, ik ben heel blij. Want ik vind dat mensen als jij, net zoals ik vorige week de jongens had die muziek maakte. Wat was het nou? Hè? Wat hadden we vorige week ook alweer? Hoe heet de muziek? Hoe heet de muziek vorige week? Huh? Metal, heavy metal. Zoals die jongens zeggen. Ben jij ook iemand? Jij bent een van die hardwerkende Nederlanders die gewoon de 2 zonen heeft opgevoed. Je eigen broek financieel hebt opgehouden. Gewoon al die jaren lang. En dat fantastisch hebt gedaan. En nu een prachtig boek hebt geschreven waarmee je een heleboel mensen blij maakt met leuke verhalen en anekdotes. Dus ik vind je een out-of-the-box denker. Ik vind het onwaarschijnlijk hoe mooi jij een leven hebt geleid. Waar ik eigenlijk vol bewondering tegenaan keek. Ja, dus, dankjewel. Ja, en het bleek dus nu ik die foto's zag dat ik je inderdaad heb zien optreden. Maar dat ik je goed vond. En, heb je een opdracht voor me geschreven in het boek? Wat heb je opgeschreven? Ik heb opgeschreven voor Prem. Voor 1001 momenten leesplezier. Oké, ik heb voor je opgeschreven, beste Carla Samira. Dankjewel dat je de mail stuurde. Heel leuke radio en wat interessant leven heb je geleefd. Veel leesplezier en ik hoop dat je tot je 100ste mag optreden. Oké, dit geef ik je zo na de uitzending. Dankjewel dat je bent gekomen. Ik vond het ontzettend fijn. Ik vond het ook heel leuk. Oké, nou starten maar aan het... Dit is dus die Hindi-pop waar ik zo graag naar luister. Oh ja. Dit pontprogramma werd gemaakt door Techniek. De enige echte Nederlander, de autochtone Nederlander, Anne Bakemeyer. Al die andere mensen, Rutte en zo, zijn allemaal import. San Giorgio Blanc, regieassistent, telefoon en verder alles achter de schermen. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, presentator, kortom het brein achter dit programma. Prim Suram Show, Radio Kishun. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pont.
zijn geheel gefinancierd door in Nederland verblevende belastingbetalers die de belachelijke uitkering van de top van de NPO financieren. De belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Polk voor hele leuke filmpjes. En hierna op deze zender het oude vertrouwde Focus met Klein Pinky Ruben van der Weer. Dat wordt nu zijn nieuwe bijnaam. Arme jongen. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pound. Leven de democratie. Leven de Europese Unie. Leven artiesten. Leven buikdanseressen. Leven Samira. Leven Nederland. Namaste. Dag. En wanneer later de herinneringen aan mijn fijne artiestenbestaan vervagen, dan lees ik gewoon mijn eigen boek. De laatste zin, prachtig.